vandaag een antwoord op de vraag van Monique. Monique heeft in haar leven al menigmaal een dieet gevolgd. Dus een periode lang een dieet aangehouden. Wat merkt Monique? Monique merkt dat wanneer ze in zo'n periode is, wanneer ze een dieet aanhoudt en ze besluit wanneer ze een verjaardag of een etentje heeft of iets dergelijks, bepaalde dingen niet mee te willen eten met haar gezelschap, dat ze dan heel goed aan dat besluit, aan dat standpunt vast kan blijven houden. En dan kan haar omgeving hoog springen, laag springen, haar proberen over te halen om toch een keertje wel wat mee te eten. Nee, Monique kan dan prima aan haar standpunt vast blijven houden. Ze gaat niet mee eten met haar omgeving. Hoe graag ze dat ook willen en hoe sterk ze ook maar proberen, hoe hard ze ook maar proberen haar over te halen. Zodra Monique echter niet in een periode verkeert waarin ze een dieet volgt, dus wanneer ze geen dieet aan het volgen is, ook dan heeft Monique heel vaak niet bepaald behoefte om mee te eten met haar gezelschap. En heeft ze ook als doel om niet aan te komen in gewicht. En besluit ze ook regelmatig om bepaalde dingen niet mee te willen eten met haar gezelschap. Maar dan kan ze wel overgehaald worden. Ze merkt dat wanneer ze geen dieet aan het volgen is, geen dieet aan het aanhouden is, haar omgeving, wanneer ze druk op haar proberen uit te oefenen om bepaalde gemaakte keuzes te veranderen en ja, dan toch maar wel met hen mee te eten, dat ze daar veel gevoeliger voor is wanneer ze geen dieet aan het volgen is en dat ze dus dan over te halen is om dingen te eten waarvan ze eigenlijk had besloten deze niet mee te willen eten. Ze kan dus veel moeilijker aan haar standpunt vast blijven houden en nee zeggen, nee blijven zeggen, gewoon heel duidelijk wanneer ze geen dieet aan het aanhouden is ten opzichte van wanneer ze wel een dieet aan het aanhouden is. En de vraag van Monique is, hoe kan dat? Want in beide gevallen wil ik bepaalde dingen gewoon simpelweg niet mee eten. Ten tijde van een dieet kan ik me daaraan vasthouden. Wanneer ik niet een dieet aan het aanhouden ben, niet, heb ik gemerkt. Hoe kan dat? Nou, Monique, we moeten het gaan hebben over weigeren. Bepaalde keuzes maken en daar dan ook aan vast kunnen houden. Wat daar eigenlijk voor nodig is om dat te kunnen doen en blijven doen. Standvastige keuzes maken en niet van dat standpunt afwijken, ongeacht welke druk er ook op je gelegd wordt door je omgeving. Wat is daarvoor nodig? Je wilskracht zit in je hersenen. Hoe moet je het zien? Elke dag opnieuw moet je bepaalde keuzes maken. Je moet handelingen uitvoeren. En sommige daarvan zijn bewust. Daar heb je hersenen voor nodig. En andere zijn onbewust. Hoe zit het wanneer jij een bepaalde wil hebt? Bijvoorbeeld, jij wil niet mee eten met je gezelschap. Jouw wilskracht, dat zit in je hersenen. En om jouw wil te kunnen integreren in je uiteindelijke keuzes, want je hebt heel de dag door heb je keuzes te maken, heb je een goede werking van je hersenen nodig. Want in je hersenen vindt de integratie van informatie plaats, waarna je dan bepaalde keuzes gaat maken op basis van alle informatie die je hersenen hebben ontvangen. Alleen, wanneer de werking van je hersenen niet optimaal is en daardoor de integratie van informatie en dus ook de integratie van jouw eigen wil in je uiteindelijke keuzes niet optimaal is, dan kan je je wilskracht heel makkelijk verliezen, ben je heel gevoelig voor externe invloeden en wanneer deze
onrust veroorzaken met betrekking tot de keuzes die jij moet gaan maken. En het meedoen met je omgeving brengt rust. Dan zul je die keuzes die je omgeving wil dat jij maakt veel makkelijker maken. Ondanks je eigen wil die wat anders zegt. Want dat is dus afhankelijk van de werking van je hersenen en hoe goed je eigen wil, dat zit dus hier, geïntegreerd wordt in je uiteindelijke keuzes. Dat betekent dat wanneer jij gedurende het volgen van een dieet een standvastige keuze kan maken en daar niet van afgebracht kan worden, dat ten tijde van je dieet kennelijk je wilskracht erg groot is en dus kennelijk de werking van je hersenen en de integratie van informatie in je hersenen, de integratie van jouw wil in je uiteindelijke keuzes, erg goed verloopt wanneer je een dieet aan het volgen bent. En wanneer je merkt dat wanneer je geen dieet aan het volgen bent, jij heel makkelijk van je standpunt afgebracht kan worden en dat je wilskracht dus heel makkelijk daalt en je wil dus niet goed geïntegreerd wordt in je uiteindelijke keuzes, dat je dus sterk beïnvloed kan worden door je omgeving in je keuzes, dan betekent dat dus dat wanneer je geen dieet aan het volgen bent, de werking van je hersenen slechter is dan wanneer je wel een dieet aan het volgen bent. En dat dus de integratie van informatie in jouw hersenen en dus ook de integratie van jouw wil in je uiteindelijke keuzes slechter verloopt wanneer je geen dieet aan het volgen bent ten opzichte van wanneer je wel een dieet aan het volgen bent. Dat heb jij namelijk gemerkt. Dus moeten we het gaan hebben over, oké, wat is daarop van invloed? Wanneer is de werking van je hersenen niet optimaal en is daardoor de integratie van informatie en dus de integratie van je eigen wil in je uiteindelijke keuzes en je wilskracht ook niet optimaal? Dat is wanneer je hersencellen, dat zijn zenuwcellen, niet goed in staat zijn om neurotransmitters, neuropeptides, dat zijn informatieoverdrachtstofjes, te vormen en deze uit te scheiden middels een proces genaamd exocytose, zodra ze, je hersencellen, informatie hebben ontvangen. Wanneer je hersencellen daar niet goed toe in staat zijn, het vormen van neurotransmitters, het vormen van neuropeptides, informatieoverdrachtstofjes en het uitscheiden daarvan middels een proces genaamd exocytose, meteen zodra ze informatie hebben ontvangen en verwerkt, dan zal de werking van je hersenen dus niet optimaal zijn. Zal de integratie van informatie wat plaatsvindt in je hersenen en dus ook de integratie van jouw wil in je uiteindelijke keuzes niet optimaal zijn. En dan kan jij dus makkelijk van je standpunt afgebracht worden. Heb je niet een optimale wilskracht en ben je erg beïnvloedbaar door je omgeving en de druk die op jou gelegd wordt met betrekking tot de keuzes die jij maakt. Betekent dat kennelijk wanneer je geen dieet aan het volgen bent, verloopt de vorming van neurotransmitters, neuropeptides, informatieoverdrachtstofjes in en door je hersencellen en het uitscheiden daarvan middels een proces genaamd exocytose niet zo goed wanneer je geen dieet aan het volgen bent ten opzichte van wanneer jij wel een dieet aan het volgen bent. Wanneer verloopt dat nou niet goed? Dat is wanneer de uitvoering van zogenaamde anabole stofwisselingsprocessen, daar valt namelijk de vorming van neurotransmitters, neuropeptides en het uitscheiden daarvan, valt daaronder, wanneer de uitvoering van anabole stofwisselingsprocessen in je lijf niet goed verloopt. Wanneer is dat aan de orde? Wanneer er tekorten heersen in vocht en essentiële voedingsstoffen in je lijf. En wanneer heersen er tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen in je lijf? Ten eerste, wanneer jouw voeding onvoldoende voorziet in vocht en essentiële voedingsstoffen, maar ook wanneer jouw voeding veel te veel voorziet in niet-essentiële stoffen. Want de verwerking van niet-essentiële stoffen doet je lichaam uitputten van vocht en essentiële voedingsstoffen.
Dat betekent dat wanneer jij merkt dat je minder goed in staat bent om standvastige keuzes te maken en ook bij je standpunt te blijven, wanneer je geen dieet aan het volgen bent ten opzichte van wanneer je wel een dieet aan het volgen bent, wat dus betekent dat de integratie van informatie in je hersenen en dus de werking van je hersenen slechter is wanneer je geen dieet aan het volgen bent ten opzichte van dat je wel een dieet aan het volgen bent, dat kennelijk, wanneer je geen dieet aan het volgen bent, vaker tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen heersen in je lijf ten opzichte van wanneer je wel een dieet aan het volgen bent. En wat betekent dat? Dat betekent dat wanneer jij geen dieet aan het volgen bent en je wilt ook dan graag standvastige keuzes maken en niet zo beïnvloedbaar zijn door je omgeving en gewoon bij je standpunt willen kunnen blijven en een hoge wilskracht behouden, dat je ervoor moet zorgen dat er ook in de periode dat jij geen dieet aan het volgen bent, minder vaak tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen ontstaan in je lijf. Hoe? Door je voeding, wanneer je geen dieet aan het volgen bent, alsnog te optimaliseren in vocht en essentiële voedingsstoffen, maar ook te minimaliseren in niet-essentiële. Want enkel dan kan ook, wanneer je geen dieet aan het volgen bent, de uitvoering van anabole stofwisselingsprocessen goed verlopen. Kan dus ook de vorming van neurotransmitters, neuropeptides, in en door je hersencellen, meteen zodra ze informatie hebben ontvangen en verwerkt, goed verlopen. En enkel dan kan jij een hoge wilskracht ervaren, kan jij standvastige keuzes maken, gebaseerd op je eigen wil, en daar ook goed aan vasthouden, zonder dat je omgeving daar ook maar enigszins op van invloed is. Dat als antwoord op je vraag.